Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie heeft de Nationale Assemblée haar vergaderzaal anders ingericht. De oplevering hiervan heeft vanmorgen plaatsgevonden. De voorzitter van de Commissie Huiselijke Aangelegenheden, Aziz Gayadin, zegt dat er rekening is gehouden met de sociale afstand en dat de zaal nu is ingericht volgens een tribunesysteem. Dit model moet volgens hem de werksituatie van het parlement verbeteren. Gayadin zegt verder dat om een zo breed mogelijk participatie van de overheid te hebben tijdens de vergaderingen, de regeringstafel ook is veranderd. De regeringsleden ook op een andere manier hun bijdrage kunnen leveren samen met het parlement. En ook voor de deskundigen dat we de COVID-regels in acht hebben genomen, zoveel als mogelijk. Natuurlijk moeten we doorgaan, ons koelingssysteem. Daar moeten we nog even over nadenken en wat investeringen doen om dat te bewerkstelligen. Het zou in principe, als je alles zou meenemen na die aanbesteding, zou het zeker een 3 ton SRD kosten. Maar vanuit de aannemer is alles geschonken. Gayadin meent dat deze verandering nodig was. De vorige vergaderzaal had namelijk een aantal beperkingen. Iemand van achteren, links of rechts, sprak, zag de voorzitter, de persoon, kon de voorzitter de naam bijna niet lezen, omdat we op één vloer hoogte waren. En eigenlijk al heel gauw, sinds vorig parlement, er een algemeen klacht was, zouden we niet iets kunnen doen dat we een soort tribunesysteem hebben. En met dit, vanwege de afstand die we moesten creëren, hebben we dat direct meegenomen om dan een tribunesysteem te creëren. Dus al met al, ik moet zeggen, sinds de vorige zalen of vorige parlementen er toch wat beperkingen waren, dat we daar hiermee ook direct dat ook verholpen hebben. Aziz Gayadin, voorzitter van de Commissie Huiselijke Aangelegenheden. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen na de oplevering van de nieuwe vergaderzaal van de Nationale Assemblée.